Welkom bij deze online mini-retraite van het Dominicanenklooster Huissen. Deze wordt vandaag begeleid door Joyce Lakwijk vanuit de binnenkamer. We wensen u een fijne mini-retraite. Dorotheus van Gaza is een woestijnvader uit de zesde eeuw na Christus. En hij hoort bij de eerste monniken die de afzondering van de woestijn zochten om hun ziel te leren kennen. Hij kwam uit een rijke familie en was verslingerd aan lezen en had een hele grote bibliotheek. Zijn verlangen naar contemplatie werd door de leraren wat getemperd. En hij kreeg de opdracht om een ziekenhuis te bouwen voor oude en zieke monniken. En daar liet hij langzaam maar zeker zijn rijke kleding en zijn boeken kon hij achter zich laten en ging hij ervaren wat contemplatie eigenlijk is. Dat als je je naaste lief hebt, dat je dan eigenlijk God of je eigen ziel lief hebt. Je kan natuurlijk ook zeggen je eigen essentie of je bron of de onkenbare, dat je die dan lief hebt. En wie lief heeft, wie zijn ziel lief heeft, heeft daarmee ook zijn naaste lief. Dus het kan twee kanten op. En dat is eigenlijk wat Dorotheus ons ook in deze tijd nog wil leren. En hij heeft daar een meditatie voor geschreven, de cirkel van Dorotheus. En die wil ik graag met je doen. Je hebt een kaars daarvoor nodig. Een klein vaccinelichtje of een wat grotere kaars, maakt niet uit. En zet die ergens voor je neer. Dus niet bij een tafel, maar dat er een open ruimte is en dat je de kaars voor je neer kan zetten. En aansteken. Dat is eigenlijk het begin. En dat je zit op een stoel. Dat is het begin van de meditatie. Allereerst kom even aan op de plek waar je nu zit. En nestel jezelf een beetje in de stoel, wiebel wat heen en weer. En zodat je zitbotten contact hebben met de stoel onder je. Voeten plat op de grond. En beweeg je tenen maar even. Zodat je vervolgens weer met hele gespreide tenen je voeten kan neerzetten. Dat je goed contact met de grond onder je hebt. En de draagkracht van de grond kan ervaren. Sluit je ogen of richt ze op de kaars voor je. En adem een paar keer wat voller in. En laat de adem weer door je mond naar buiten stromen. Met elke uitademing geef je als het ware een seintje aan je lichaam van kom maar hier. Kom maar nu. Je mag met je aandacht in je lijf zakken. En je adem kan je daarbij helpen. Door naar het gevoel van de adem te gaan. Hoe het je buik beweegt. Dat je buikwand wat opbolt bij de inademing. En weer wat naar binnen valt bij de uitademing. Laat eventuele gedachten voor wat ze zijn. Straks kan je ze wel weer oppakken. Je hoeft even verder helemaal niets dan aanwezig te zijn. Stel je voor dat er een cirkel op de grond is getrokken en het middelpunt is de kaars, het licht dat je herinnert aan je ziel. Aan God, aan de ene, aan Moeder Aarde,
wat voor jou het diepste wat je kent vertegenwoordigt. In de cirkel rond die kaars, daar sta jij. En in de cirkel, daar staan ook anderen. Rondom het licht, rondom het diepste wat ieder kent. En stel je voor dat dat je dierbaren zijn. Die samen met elkaar rondom het heilige midden staan. Het startpunt is voor iedereen gelijk. Kijk eens wie er in de cirkel met je staan. En wat ervaar je op de plek waar je nu bent? Vanuit ieder in de kring gaat er een straal naar het midden. De straal verbindt jou met het licht. En vanuit iedereen gaat er dus een straal naar het midden. En dat verbeeldt eigenlijk de unieke weg die je gaat. Dus ook jij gaat een unieke weg in je verlangen naar samen te vallen met je ziel. Blijf je aan de buitenkant staan? Je zou kunnen zeggen, als je in je hoofd blijft zitten, dan kom je niet dichterbij dat verlangen. En Dorotheus zegt, als jij dichterbij jouw ziel komt, als je meer in het licht, vanuit het licht durft te leven, kom je automatisch dichter bij de ander. Dus zet eens een stap naar voren. Of schuif je stoel eens een stap naar voren, dichter naar het licht. En ervaar, hoe voelt dat in jouw lichaam? Wat merk je op? Wat merk je op? Misschien aan gedachten, gevoelens. En stel dat je dierbaren ook die stap zetten. Ook een stap zetten.
Dus dan sta je automatisch dichter bij elkaar. Hoe is dat? Dorotheus geeft ons praktisch en concreet onderwijs. Het is dus niet alleen zo van, goh, je komt dichter bij je ziel, je leeft meer vanuit je ziel en dan kom je dichter bij anderen. Nee, als jij dichter bij een ander bent, ben je ook meer in contact met God. En zie, dat is de aard van de liefde, zegt Dorotheus. Dus de liefde voor God kan je ook ervaren in het contact met een buurman of collega, buschauffeur. Waar ben jij vandaag of gisteren dichtbij iemand anders gekomen? En wat heb je daarin gekregen, in dat contact? Realiseer je dat je dat hebt ontvangen vanuit de liefde die ons verbindt. Je nu uit dit beeld te laten voor wat het is en echt even achterover te gaan leunen en je aandacht naar binnen te richten. 3 keer wat voller in te ademen en natuurlijk ook weer uit te ademen en laat de adem gewoon vrij naar buiten stromen. Misschien is het prettig om de uitademing wat te verlengen. Met je handen zich openen in je schoot.
En luister in de diepte van je ziel. En laat een paar woorden opwellen. En geef ze terug aan het heilige midden, aan het licht dat voor je brandt. Laat het dan stil worden in je hart. Vertoef in de aanwezigheid van dat wat er aan liefde in je is. De liefde voor je bron en de liefde voor de ander zijn in wezen één. En Dorothee's besluit zijn onderricht met: zoveel als jij je met je naaste verenigt, zoveel verenig je je met God. Zo is de aard van de liefde. Oh, mans, come on.